Op het eerste gezicht zijn het allemaal blije, lachende persoonlijkheden. Maar achter deze lachende gezichten schuilt er een zwaar leven. Op vrijdag 21 mei organiseerde AMWAT een inspiratiemiddag over allochtone mantelzorgers. AMWAT staat voor Allochtone Mantelzorgers Werken aan hun Toekomst. Ik heet jullie in de eerste plaats heel hartelijk welkom namens de deelnemers aan de AMWAT-opleiding uit Amsterdam en Utrecht. Kurdistan, Kurdistan, Bakchegolan, Dardedelan, Amchulbajar, Bushatan, Baregran, Le Sarmelan. De middag bestond uit gedichten, zang, verhalen en workshops, voornamelijk gehouden door allochtone mantelzorgers die in het afgelopen jaar de AMWAT-cursus hebben gevolgd. Vechten tegen de zware zorg, zorgen voor mijn twee vogeltjes, daar ben ik in neergezet. Dit is mijn liefdezaak. Ik doe het met mijn volle hart, zonder maar een klacht. Ik heet Semma, ik doe ook de opleiding AMWAT. Ik ben ook getrouwd, ik heb ook twee kinderen. En ik zorg voor mijn moeder en voor mijn dochter. Mag hem bij het luisterend oor. Bij het luisterend oor zitten. Rustig. Terwijl ik soms ook iets kwijt wil. Omdat ik dan iemand tegenover mij heb die echt luistert. Die echt luistert. Dat, ja, die begripvol naar je luistert. Mantelzorgers zorgen intensief voor een kennis of een familielid. De zieke persoon is dus vaak iemand van wie ze houden. Het is voor mantelzorgers ook de normaalste zaak om hunzelf op de tweede of derde plaats te zetten. En ik denk dat dat veel professionele hulpverleners zien de mantelzorgers te weinig. En allochtone mantelzorgers hebben vaak nog een extra probleem. Voor veel allochtone mantelzorgers begint het zorg al op jonge leeftijd en gaat heel leven door. We staan er vaak niet bij stil, maar we zijn de jonge mantelzorgers van vroeger. Die weinig tijd hadden om kind te zijn en soms een goed opleiding hebben misgelopen. Maar een van de belangrijkste gegevens van de middag was dat de allochtone mantelzorgers van AMWAT in het afgelopen jaar erg veel aan elkaar hebben gehad. Wat ik dan in de landgenootgroep merkte, dat er mensen waren die ook aan mij vroegen hoe het met mij ging. Kunnen jullie dat inschatten wat het voor mij betekent? Heel veel. Dus ik was wel belangrijk. Ik ben ook sterk. Ik heb ook kracht. Ik heb ook gevoelens. Dus ik ben ook een persoon. Ik hou van je allemaal. Dank je wel. Ik wil een beetje